Out of Office is een event waar we reflecteren over verschillende thema's. Vandaag gaat het over de Nederlander en de Nederlandse identiteit. Ik presenteer de avond vanavond en ik ga in gesprek met verschillende kunstenaars, performers en ex-politicus. En ik hoop dat nieuwe inzichten te komen over in- en uitsluitingsmechanismen. Wij zijn Eline en Eve en we gaan een korte performance doen vanavond. En daarnaast presenteren we ons kunstwerk waar we vandaag de hele dag aan gewerkt hebben. Even 1 minuutje stil te staan bij de Nederlandse identiteit. We zijn eigenlijk hier omdat we gevraagd zijn om een performance te maken. Er is een actie geweest waar mensen in aanloop naar de verkiezingen een woord konden twitteren. Hashtag één woord. En met al die woorden ben ik een performance gaan maken met tekst en met muziek. Vanavond was een avond bij Kennisland over de Nederlandse identiteit. Wanneer ben je Nederlander? Wat moet je daarvoor doen? Wie bepaalt dat? En ik heb verteld wat ik daarover denk. Of je wel of niet gezien wordt als Nederlander, dat het heel erg te maken heeft met je mening. Als jij aansluit bij de opvatting van de meerderheid, dan word je gezien als Nederlander. Ook heel veel kleine dagelijkse dingen zijn die je er constant op wijzen dat je anders bent. Een probleem wat misschien nog wel moeilijker aan te pakken is dan de grote excessen waar iedereen vooral nu heel erg op zit. Ja, het allerlaatste stukje daarvan, dat herken ik dus ook. Ik vond het wel interessant dat je zei, ik heb geen accent. Dat suggereert een soort van neutrale standaard. Wat onze identiteit is. Het is echt lastig. Het is echt... Dat is een hele grote vraag. Wat is mijn identiteit? Ja. Vroeger dacht ik altijd dat ik moest kiezen. Het is zo abstract. Het is heel moeilijk om te zeggen, denk ik. Er zijn mensen die zien mij als een bruin persoon. Ik ben kunstenaar. Voor mij is ook het kunnen kiezen om te wisselen van identiteit.